woeste beginnetjes van Justice Pregnant. Welkom bij een gloednieuwe vlog op Justice Pregnant. Dus het is tijd voor de nieuwe editie van de Harry Potter Marathon. Ja, heb je het ergens geannounced of zo? Op Twitter of iets? Nee, helemaal niet. Ja, ik heb het tegen een van onze kijkers gezegd, omdat ik daarmee in die draft leak zit. Zeg maar. Oh ja, ja. Maar verder niet, nee. Ja, het is, nou, het is weer tijd. Voor de McDonald's. Voor tradities. Ja. De dag van tradities. Ja. En het mooie is, nou, McDonald's, over 6 uur marathon en dan naar, even kijken, 16 uur of zo, 14 uur, zoiets, of 18 uur. Ik denk 16 uur, ja. Deze jaar, mijn allerliefste vriendin. Mijn allerliefste en ook enigste vriendin. Of een van de enigste. Hupje. Nee, dus, maar... ja. Normaal gaan we altijd naar de Mac en nou vonden we van, hey, we moeten gewoon weer een keer naar de Mac. Plus, het is ook echt super lang geleden. Heel lang geleden. Dat jullie ons hebben gezien. Zoals je al ziet, Milan wordt er niet knapper op, helaas. Nee, dit is gewoon onbegonnen werk. Oh. Ja. Dat heeft de wereld al zo lang opgegeven, dat is gewoon... Nou, ik heb me geschokt. Ja, dat in ieder geval. Dus het is het begin van de Harry Potter Marathon. Het wordt weer heel heftig. Justin heeft er al heel veel zin in. Want het echt heftig. Ik weet nog, was het niet vorig jaar dat we toen ook nog Melee zaten te spelen? Of Super Smash? Met Cloud? Of was dat alweer 2 jaar? Dat was 2 jaar geleden. Wow, dat weet ik nog. Toen gingen we dan naar jou, even Super Smash. Dat was toen jij op en neer aan het lopen was, volgens mij, die... Nee, dat was, ja, toen gingen we nog eerst naar mijn moeder toe. Ja, dat was een vlog van 2 jaar geleden. Flashback, als ik het niet vergeet, ik ga het vergeten. Smash aan het updaten, want Justin moest per se met Cloud spelen met die echt kut poppetje die Smash heeft toegevoegd. Nou, ik heb hem gezien, dat is gewoon genoeg. Je dacht ook van Disney. Nee, dat had een reden. Je dacht dat het de broer van Mickey Mouse was. Dat lijkt er wel op, ja. Dat was ook echt vet, ja. En toen hadden we net inderdaad Cloud en nog iemand anders gekocht. Die dat draakje kan zijn, toch? Of nee? Cloud en... Die Bayonetta, die... Ja. Die kwam later. Maar in ieder geval had ik Cloud gehaald. En... Ja, was wel vet. Okay. Een beetje melee. En toen had jij die code verkeerd eraf gekrast ofzo. Ja. Dus hij werkte niet, dus we al helemaal in paniek. Ja. Hij had ze met zo'n code, alleen hij had die te erg eraf gekrast. Dus we wisten niet of het een 7 of een G of een F was. Of een I. Dus hij werd echt helemaal in paniek en ik vond het eigenlijk wel grappig. En uiteindelijk hadden we hem. Ja. Uiteindelijk. Ja, ja. En we zijn nu ook bezig met Shiny Hunter. Ik heb nu eindelijk de Shiny Charm op Ultra Sun. Hij heeft Ultra Moon. Dus ik heb vandaag mijn eerste Shiny. Tweede. Ja. Op dit spel gevangen. Eerst was Mankey, gewoon random accounten zonder de Shiny Charm. Ja. En de tweede is Shiny Grabben, ongeveer 150 encounters of zo. Ja, dat is nog best netjes. Ja, ik had hem. Ja, het duurde. Ja, ik denk wel iets meer dan 150. Dat denk ik bij jou heb ik ook nog wel wat. Ja, ik denk rond de 300 encounters. Maar ik heb hem. Dus dat is in ieder geval nice. En ik had vandaag mijn Shiny Caterpie. Dus altijd. Ja. Er is altijd een linkje in de beschrijving, mocht je willen weten hoe het is. Over die shiny. Daar ook. Kijk, dat is Shiny Caterpie. Nou, kijk, we waren bij de McDrive. En dan heb je dus altijd van die maloten. Of ja, dat deden wij vroeger. Ja, dat wou ik net zeggen. Die dan met de fiets door de McDrive gaan, omdat ze geen auto hebben. Ja. Wij gingen nog wel eens lopend, gingen we 4 hamburgers plain halen. Hmm. Ja. Dus ja. Yeah. Dat was een goede oude tijd. We gaan het nou ook zo doen trouwens. Bij elke film, omdat het vorig jaar, toen hadden we echt een paar stukjes van de marathon, hadden we toen gefilmd. We hebben ervan geleerd, we hebben veel geleerd van jullie feedback. Of ja, we hebben het gewoon op ons, we hebben het, hoe noem je dat, opgenomen. We hebben het. Ik vind het allemaal prima. Ja, dat. We gaan in ieder geval vaker wat van filmen. Zeker. En dan moeten we eigenlijk ook gewoon elke keer zo, tijdens de film, even, of net daarna, even checken, zeg maar, dus het filmen en dan naar jouw vader zo een klein beetje kijken. En dan gaan we kijken of dat hij elke keer als hij filmen op zijn tablet zit. Ja, dat zou goed kennen. Ja, maar dan moeten we juist gaan filmen op het moment dat hij op zijn tablet zit. Dus we hebben genoeg kans. Oh, nee. Yes.
En deze is er ook erbij. Zoals jullie misschien. Zeg even al... hoi, je bent niet in beeld. Hoi, een van zijn vele vriendinnen. Ja. Nu weet je dus waar ik soms naartoe ben. Nee. Waar ik eigenlijk altijd ben, want ik ben altijd bij jou. Dus... Ja. Maar ja, ik zal dit stukje van de vlog ook alvast, ja, dan moeten we... Eruit knippen. Ja, eruit knippen. Nee, laat hem maar eens staan. Ja, want anders wordt het een hele lange vlog als ik dit 20 minuten vol blijf houden en mijn arm wordt moe, dus. Want goed, we zien jullie morgen vroeg, als we wakker zijn, net wakker, als we misschien hebben geslapen of niet, dan zien we jullie weer. Ik hoop dat we deze keer wel slapen. Hey, doe eens adios, amigos, sappige delen. Ja, dat hoeft nog allemaal. Het is nog niet eens het einde. Oh, shit. Nee, dat maakt het ik niet. Ik ben gewoon een Milan fangirl. Ja, dat snap ik. Ik heb al meerdere fangirls. Dat snap ik dan weer niet. Wauw, die was al een enkel. Oké, tot morgen vroeg. Goedemorgen. Twee. Kijk eens hoeveel zin je erin heeft. Het is een heftige nacht geweest. Dat is zeker een heftige nacht geweest. Alle Pokémon zijn opgenoemd. Het is wel waar. We stopten bij een eten of weer of zo. Of... Ja, alle Pokémon hebben gehad. Er waren geen Pokémon meer over. Oh, wat jij en van mijn job hadden niet gehad. Ik zeg dat wel. Over. Oh, dat is alles gehad. Ja. Yeah. Het was wel even heftig. Het is wel even heftig. Maar we zijn er klaar voor. Alla Ripiotters. Het gaat zwaar worden dit keer. Het gaat heel zwaar worden. Het gaat echt zwaar worden. Ik heb er ook heel veel zin in. Oh, ik ben wel moe. Oh, ja. Dat moet je niet zeggen. Dit jaar is Milan door een wet gezet. Ja, deze heeft het vorig jaar alvast voor me geregeld. Dus gelukkig was het wel pas op het moment dat we gingen opstaan. Ja, maar ik dacht wel even zo, wat je met in. Nee, was je ook niet eens wakker geworden toch? Ja, ik hoorde het wel, maar ik kon gewoon niet. Ik dacht, je dacht, ik blijf lekker liggen. Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar laten we beginnen met de films. Of niet? Wens voor succes, Joost. Nee, waarschijnlijk wordt het zeg maar zo dat de eerste films weer hardcore zijn om wakker te blijven. Bij de derde film waarschijnlijk het slaap. En de nee, het gaat echt hardcore worden. Maar... Ja, oh nee. Ik heb het zin. Mooi zo. Oeh, de eerste film is bijna voorbij. Hoe vond je het tot nu toe? Ik had het eigenlijk verwacht. We stonden op en ik dacht echt van, oké, dit gaat heftig worden, maar ik heb de eerste slokjes van mijn levenselixer op. Nee. Het gaat goed. Ja. Het gaat echt beter. We willen na elke film willen we een code geven, hoe zwaar die is geweest, zeg maar. Een code, oké. De adelaar is uit de net. Zeg maar. Met hoe heftig het was of hoe leuk de film was? Nee, hoe heftig het was. Een schaal van 1 tot 10 en dan is 10 heel erg en 1 niet. 3 of een 2? Ja, 3 dan. Ja, gewoon echt. We hebben dan boter. Geen probleem. Nee, ik hoef geen boter. En maak een boter. Weet jij trouwens ook een broodje? Ja, die een broodje met wat. Ja, en heb je een haak? Was mijn mic in voor? Of doen we kaas? Ja. Ik heb kaas met haagslag. Wou ik zeggen. Ja, ik heb ook eventueel stol. Stol? Ja, krent en brood met spijs. Oh, dat is ook lekker. Oeh. Doe maar eens een stol, alsjeblieft. 1? 14. Ja, doe maar even. Eentje? Nee. En weet je nog wat op? Ja, hoe vond je de leukte graad? Hoe vond je de leukheidsgraad, zeg maar? Ja. Gewoon een boter of brandboter? Toch een 9. Alleen het vette was daar wel in dat we allebei weer iets hadden gezien wat we nog nooit eerder hadden gezien. Want normaal zien we, misschien dat het komt omdat. Misschien is dit zeg maar een film van Harry Potter die zeg maar later opnieuw is uitgebracht en als ze in die scène dan beter hebben laten zien. Want in die oude films zie je dat echt niet, toch? Ik kan me echt niet herinneren. Jawel, dat is vast wel, maar dat is gewoon wat je daar niet merkt. Misschien dat ze die kleur of dat contrast daar iets hebben aangepast. Ik vond daar 1 op 10 vond ik het toch een 8, omdat ik deze gevoel al heel lang niet heb gezien ofzo.
Omdat het allemaal even lang geleden is. Bro, maar dit is wel een onzinstukje. Eigenlijk wint Zwadderik, maar Pergament zegt gewoon, hey, fuck jullie, ik heb het nodig. En ook geen één professor die zegt Pergament, dus we willen net goed stoppen met en die en later doen ze helemaal niks meer met die cup. Ja, en dan zijn net goed kunnen stoppen. En dan zien jullie naar de volgende film. Dan zien we hoe het dan is. En daar zijn we dan. We hebben net film 2 gehad en Justin heeft niks ervan gezien. Ja, ik heb het wel met alle goed gezien. Delft. Alleen, dat is wel weer heftig. Wat was jouw heftigheidsgraad? Ik heb nu een hogere, 6 was die bij mij. Ja, die van mij was wel een 9. Ja, je hebt ongeslapen. Tussen een 8 en een 9. Het was geen 10, maar ik... Nou komt deel 3 en vorig jaar viel ik dus in slaap tijdens deel 3. Ja. En daar wou ik dus kosten wat kost. Voorkomen is ja. Dus toen dacht ik van, oké, nou dan doe ik gewoon de ogen recht. En dan weet ik zeker dat ik deel 3 gewoon kan zien. En nou voel ik me ook gewoon weer een stukje frisser eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Dus wat ik deel van juist? Ik ga gewoon niet slapen, ik weet het. Wordt steeds beter juist. Ja, nee, bij mij was het even... En de leukste graad, ja, dan kan je niet echt... Van wat ik heb gezien, was het, ja... Deel 2 vind ik in het begin, ja, ik vind deel 2 wel grappig gewoon. Ook de acteurs, de juiste acteurs voor de juiste rol. Verhaal. Alleen ik vind in het begin dan, echt helemaal in het begin met Dobby en dan, als ze dan als ze eenmaal op Zwijnstein zitten, dan is het leuk. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ja, 7, 8. Iets. Spannend. Spannend. We krijgen zo smackies. Ja, ik vond het leuk. Ja, ik vind het altijd een leuke film. Ik denk. 7. Oh, ja, daar valt nog eigenlijk wel mee. Ja, dat was jouw lievelingsdeel. Ja, maar. Want het was niet heel. Ik dacht van nou, oh, wel leuk. Maar we moeten weer erop. Dat dacht ik. Ja, we gaan naar de Polar Express kijken, zo te zien. Ja, we gaan gewoon naar de volgende film. Dus Justin, film 4 is af, wat vinden we ervan? Oh, is film 4 af? Ah nee, film 3. Ja, ik zit al voor in de tijd. Ja, nee, ik vond deel 3 wel vet. Ik heb we zijn niet eens te zien. Heel zo wel? Oh, maar zo niet. Ik ga alleen wel kijken of ik zo'n kaas kan kopen, want die kaas is dan wel echt vet. Die met die spines, zeg maar, de ruggengraat. Ja, alleen ja, het jammer is van deel 3 is, op de laatste, dan krijgt Harry dus een bezem, de vierflits. Maar we weten dus niet of het van de rimmer is. Met, alsjeblieft. Alsjeblieft. Roboter of... Wat voor jou het makkelijkst is. Maar... Makkelijkst is geen roboter. Oké, ja, dan doe maar roboter. Alleen, ja, ik wil dus weten of het een Nimbus is, zeg maar, want hier wil ik Heet het een Nimbus Vervlits? Nee, dus is Nimbus. Dat is geen Nimbus, nee, maar dezelfde maker van de Nimbus bezem kan toch ook gewoon andere... Ik zou zeggen, zoek het op. Nou, oké, nou, dan ga ik dat even opzoeken. Maar we moeten nog punten geven. Oh, we hebben ook nog salade eventueel, ja. Een of andere salade. Moet maar even kijken of ik lekker vind. Heb je pompoensalade? Nee. Justin denkt dat het grappig is. Maar, Op de schaal van 1 tot 3? Ik heftig, 0. Ja, in het begin moest ik wel wakker worden. 1. Maar daarna was het gewoon, nou is het gewoon easy, dus ik geef het een 2. Gewoon. En de like was voor mij een 5. Ik had meer plezier in deel 2 en in deel 1. Ja, ik vind het zeg maar jammer dat ze zeg maar... En nu komt nog minder een film. Net iets over de helft van de film kijk je eigenlijk de film opnieuw, zeg maar. Mm-hmm. Alleen dan iets anders. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Je ziet de reden waarom iets gebeurt of zo. Ja. Maar hetzelfde. Maar ik vind de film wel gewoon vet. Alleen dat is wel jammer, zeg maar. Dan lijkt de film langer te duren. Ze geven hem een 7. Als ze gewoon het verhaal langer hadden gemaakt, zeg maar, en dat ze bijvoorbeeld Peter nog achterna zaten, dat het nog een beetje battle was. Maar nu komt mijn minst favoriete film, deel 4. Dus die krijgt dan minder dan een 5? Dan? Waarschijnlijk, maar misschien hoe ik erin sta. Oh, normaal komt 3 namelijk hoger. Kwam deel 4, de film, kwam die eerder uit als Twilight? Of kwam Twilight? Dat weet ik niet. Hij heeft wel zwak. Nee, volgens mij kwam Harry Potter eerst met... Want hij heeft wel zwak, Arno. We komen er straks achter. We zijn inmiddels 2 films verder. We hebben nog 5 films al gezien, Justin. 5, ja. Het is 10 voor 6. Niet te gaan. We zitten hier gewoon al. Ik moet zeggen, het wordt steeds een beetje moeilijker voor me, maar het is nog niet dat ik zo vallende ogen heb, zeg maar. Ja, maar wel, ik zie wel dat je moe bent. Lichamelijk ben ik wel moe, mijn lichaam is echt van slaap.
Maar mijn hoofd zegt van, oh, kan nog makkelijk. Ja, ik ben alleen blij, dat is gewoon een dipje, denk ik. Ik ben blij dat ik tijdens deel 2 een beetje heb geslapen, de helft van de film. Want nu kan ik gewoon de marathon afmaken. Oh, maar ik ga hem ook nog maar, ik ga echt niet slapen. Ja, maar jij loopt dadelijk als een... als een Justin? Nee, niet ter ziele, maar die andere, Necro nog wat. Zo. Ja, ik weet, die in ieder geval die ene die uit het water komt. Ja, want zo iemand heb je denk naar huis. Ja. Nee, ik geef een cijfer voor deel 4 en 6. Ik vind die challenges, na zo vaak, is het niet meer spannend. Want nee. De challenges voegen ook niks toe aan het verhaal. En het enige waarom Harry heeft gewonnen is door... Hulp, dus... Snap je? Ja. Het is allemaal... Ik ook, vind 4 ook niet zo leuk. Ik vond 5 dan wel weer leuker. Voor de eerste keer, of de eerste 2 keer is 4 heel leuk, want er gebeurt dan wel iets heftigs. En hè, je wordt weer geconfronteerd met de dood en blablabla. Dus ik geef deel 4 een 5, de 6 wel gewoon een voldoende. Deel 5, de eindbattle, is altijd gewoon waar je de hele film op aan het wachten bent. Dus een 8. En nu komt mijn lievelingsfilm. Oké, okay, ik ga deze... ik ga deze beoordelen zonder de boeken erbij te halen, want dan vind ik het wel een goede film. Ja, ja, zeker. Dus ja, misschien na deze film, of misschien tussen de laatste 2 films, of misschien pas daarna. Maar ik zie het weer. Oh, ja, nee, maar we moeten nog een schaal van 1 op moeheid of zo. Ja. Mijn moeheid is gewoon... Mijn moeheid is een beetje gestegen naar 3. Oh, van 0 naar 3. Van 0 naar 3. Dat is 3 stappen omhoog. Ja, oké, okay, maar... ik had het echt... Ik dacht dat je nou al op 5 zat. Nee. Ik zit op 6. Nou, Daisy zit op 6. Dus ik ga dadelijk weer slapen. Nee. Maar dat is niet hè. We zien jullie straks weer. Het is... Oh, dat is beter. Kijk. Het is afgelopen. Het is klaar. We hadden wel een tijdje niks meer laten weten. Maar dat kwam eigenlijk ook een beetje omdat die vriendin van de vader ook kwam. Ja. Ik vond het, de tijd ging snel, het viel mee. Vorig jaar had ik er meer moeite mee, toen ging de tijd bij de laatste 2 films wel echt langzaam. Maar dat was ook omdat ik gewoon een stuk moe was dit keer. Ik had een dutje gedaan bij de 2e film. En na dat dutje kon ik gewoon knallen. Gewoon. Nee, ik heb geen 1 keer gehad dat ik echt spijt van had van de marathon had. En dat ik vorige keer wel heel vaak. Hoe bedoel je? Gewoon door mij of algemeen? Door alles dat ik gewoon echt dacht van ja, wat zit ik hier te doen? En dat geen 1 keer. Ik vond het oprecht leuk. Ik weet ook nog, in het begin zat je vader echt de hele tijd op de tablet. Maar bij de film 7 of 6 had hij de tablet gewoon weggelegd. Ja, dus het of de tablet was leeg. Of hij dacht, dat had hem aan de lade. Oh, ja, nee. Dus toen dacht ik al, maar hij was op een gegeven moment echt moe, hè? Ja. Hij was echt aan het inkakken. We zeggen het. En wat vond jij? Ik vond het gewoon leuk. Ja, dus ik denk dat er volgend jaar gewoon weer een gaat komen. Zeker weten. Met een Fantastic Beast. Gewoon dat er gewoon nog een film erbij knallen. Gewoon. Ja. Kijk op dat moment 2. Gewoon kijk hoe dat gaat gewoon. Nee? Okay. Nee. Nou, daar gaan we over discussiëren. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Ja, ik denk dat jullie eigenlijk weer zien met nieuwjaar of zo, of met kerst. Dat zou goed kunnen. Nou, met kerst denk ik niet. Ja, maar tijdens of tevoren dat we even jullie nog fijne kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar en bitch tits en je weet wel. Daar ben je wel goed mee, En, Adios. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer.